Het nieuwe album van de Nits heet Da 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 en zal volgende week verschijnen. Het is wat minder theater en wat meer pop. We zochten de groep op in hun oefenruimte en we spraken met Henk Hofstede. Ja, rock'n'roll hebben we denk ik nooit gespeeld. Dat kunnen we ook denk ik niet. Maar we hebben natuurlijk wel, vroeger hebben we toch wat meer op onze pop-achtergrond dingen gemaakt en gespeeld. De laatste jaren waren we erg bezig om dat heel bewust te verlaten. Het werd ook steeds zachter en fragieler. Too many heartaches in this world. Ja, een jaar lang hebben we getoerd met z'n vijf. En zoals ik al zei, gewoon festivals en grote dingen gedaan. En ik vond dat al tijdens die optredens de band aan het veranderen was. Een groter geluid kreeg. Inderdaad wat harder, wat luider en wat, naar mijn gevoel, ook wat spannender. Da, 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 da. Ik denk dat er nog een hele hoop te verkennen is. Juist omdat dat we zoveel... we zijn eigenlijk pas het laatste jaar goed begonnen met video en met filmen. En vanuit die sfeer is ook nog een hele hoop mogelijk. Ja, gewoon dingen die je wil verbeelden. Dingen die je wil vastleggen. En dat dagboek, dat dagboekcijfer, zeg maar. Het verslag maken van een leven. Dat stopt dus niet. Dat, in ieder geval bij ons stopt dat niet. Als een sigaar blijft roken tijdens het nummer, dan is het nummer niet te lang. Too many fishes in the sea. Too many eyes looking at me. Why am I turning? Why? Muziek maken of weet ik, of schilderen of wat dan ook, doe je toch omdat er iets vastgelegd moet worden voor jezelf. Iets wil niet afsterven. Ik wil op bepaalde gebieden wil ik dan niet dood. En dat is een reden waarom je ook erop uitgaat, waarom je ook muziek speelt. En soms zijn. Dat is misschien het meest waardevolle ervan.